206 is een van de moeilijkste huizen waar ik ooit in mijn leven ben geweest. Echt oprecht. Ik heb hier wat spulletjes, dan ga ik die gewoon afleveren. Dan doe ik gewoon alsof ik een postbode ben. Goedemorgen, buurt! Oh, wacht, niet te veel doen, anders kom ik de heuvel niet meer op. Welkom bij een nieuwe aflevering van Thief Simulator. Ik ben helemaal blij en vrolijk, want ik heb gewoon level 20 gehaald. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik heb nog wat dingetjes die ik misschien kan verkopen, namelijk dit mooie, prachtige beeldje. Ik weet niet of hij interesse heeft. Ah, 3000! Oh. Get this junk out of here. Oh, wacht even. Dat is een hint dat het junk is. Dat ik eigenlijk gewoon naar de vuilnisbelt moet rijden. Tuurlijk. Nou, toch weer even 3000 euro erbij natuurlijk. Hallo, meneer. Hallo, gezellig. Ja. Waarom staat hij er niet bij? Ik heb hem toch in mijn auto. Ja, dit is hem. Meneer, wat vraagt u voor dit prachtige beeld? Of wat wilt u ervoor hebben? Staat dus niks bij. Weet je wat? Ik neem hem mee naar huis. Het is een duur beeld. En ik heb hem gevonden. En hoppakee, klaar. Weet je wat? Ik zet hem gewoon naast mijn pompoen. Die heb ik daar ook neergezet. Kijk, dat kan je gewoon netjes in de kast plaatsen. Nou, daar begin ik toch een soort van een privécollectie op dit moment. Laten we kijken welke skillpoints ik moet kopen om verder te gaan met de storyline. Ik moet een microcamera kopen, maar gelukkig is die niet zo duur. Voor $700 heb ik al een nieuwe. De laatste tijd had ik best wel wat items die heel veel geld kosten, maar deze valt oprecht wel mee. We need you to plant a camera. Go to 206 and stick it in the living room. Don't ask. Ik moet dus die microcamera die ik heb gekocht, moet ik in de living room, in de woonkamer van 206 gaan dumpen. Dat is cool. Hij zegt ook daarbij geen vragen. Dus ik moet ook gewoon niks zeggen. Ik moet gewoon deze missie doen. Klaar. Het is wel weer leuk om gewoon weer een missie te doen. En gelukkig is het ook gewoon lekker goedkoop. Althans, ik ben nog steeds blij dat die camera gewoon $700 kost. Nummer 206. Hopelijk is dat een heel makkelijk huis, weet je wel. Waar je snel binnenkomt. Makkelijk binnenkomt. Even kijken hoor. 204. Dan komt daar 205. En dan zou... Ja, dat is 205. En dan zou dat 206 moeten zijn daar zo. Oh, ik ken dat huis. Misschien kan ik via de auto... Kan ik hier bovenop... Kan ik zo in... Ja, wacht even. Ik heb een idee. Als ik nou op de motorkap spring... Let op, hè. Yes! Moet ik natuurlijk wel gaan uitkijken. Want ik weet niet of de bewoners ook gewoon thuis zijn. Volgens mij zijn ze er gewoon. Waar is de woonkamer? Ja, daar helemaal achter. Ik denk dat ik gewoon via de keuken of via dat ene kamertje moet ik gewoon naar binnen komen. En erop duimen dat ik hopelijk niet word gezien. Laten we het gewoon doen. We moeten het gewoon proberen. Klaar. Nee. Oké, dat wist ik niet. Hoe kom ik dan verder als ik niet eens... Oh. Hoe kom ik dan verder als ik niet eens dat raam kan... Oh jongens, kom ik hier wel door? Ik kom hier niet door. Nee. Oh nee. Hacking. Ik heb sowieso... Ik kan niet verder. Ik kan niet verder. Wacht even. Dit is apart. Dit is lastig. Het is heel simpel, maar dat raam kom ik niet zomaar doorheen. Want dan komt er een alarm. Hoe gaan we dit doen? Hoe ga ik dit doen in vredesnaam? Moet ik niet gewoon aanbellen? En dan zeggen van, joh, ik ben van de PostNL en ik kom een pakketje afleveren. Ik heb hier wat spulletjes. Dan ga ik die gewoon afleveren. Dan doe ik gewoon alsof ik een postbode ben. Nou, dat werkt niet. Nee. En die huis-aan-huis-blaadjes, dat werkt ook niet. Dit is een extreem pittige opdracht. Want ik kom niet zomaar binnen. Ik kom zomaar niet binnen. Of ik moet het heel rustig doen. Dat ik gewoon heel voorzichtig dat raam eruit haal. En dat ik dan snel naar binnen loop en de opdracht uitvoer. En dan... Ik ga dat niet halen. Sowieso ga ik dat niet halen. Heel voorzichtig draaien we een rondje. En het maakt niet uit als het alarm afgaat. Hè? Dat maakt helemaal niks uit. Oké. En we gaan naar binnen. Oh, gelijk sluiten ze de ramen. Dag mevrouw. Ik heb een pakketje voor u. En ik zal het even pakken, want het is nou... Het is nog moeilijker dan ik dacht. Gewoon simpel. Hè? Het is gewoon heel simpel. De opdracht is gewoon plant een cameraatje in het midden van de woonkamer. Meer vragen ze ook niet aan mij. Nee, ik ga niet bellen en dan zeg ik van... Hé, het lukt me niet om een camera te plaatsen. Dat ga ik dus echt gewoon totaal niet doen. Maar hoe kom ik dan verder? Laat ik toch maar even wachten totdat het donker wordt. En dan zien we het vanzelf wel. Ik vind het een hele rare missie, zeg maar. Heel vreemd. Oké, dan is hier het huis. Even wachten op die mevrouw die oversteekt. Zo. Ja, die luifels zitten dicht, zie je het? Ja, en die mevrouw die gaat oversteken, die gaat zien hoe ik ga inbreken. Dat is ook geen, niet handig, zeg maar. Oké, ik ben via het hek naar binnen gegaan. Ik weet ook niet of dit slim is. Ik denk het niet. Ik weet ook niet of de camera's zijn, volgens mij. Oh, nee, ik ben al gedetecteerd. Als het nu gewoon open doet... Zie je het? Hacking PDA. Ik kan hier gewoon niet naar binnen.
Ik ben oprecht heel nieuwsgierig. Ik ga even op internet kijken wat de mensen doen. Ik heb dus het probleem gevonden. Ik heb een hacking PDA nodig, maar die is $14.000. Ik moet dus voor $14.000 aan spulletjes stelen nog. Dat is echt niet normaal. En het stomme is dat ik een huisje heb gekocht en die was iets van 15.000. Die was 30.000 geloof ik zelfs. Ja, dat had ik niet moeten doen. En nu heb ik al mijn geld verspild aan dus, ja, niet de hoofdmissie, maar gewoon iets extra's. Heel erg stom natuurlijk. Want nu kom ik geld tekort om dat huis binnen te komen. Dus ik kan ook de story missie niet verder spelen, want ik kom het huis niet in. Jongen. Oh, het is toch wat. Oké, nu wordt het even serieus. Zal ik anders helpen om dit gruwelijke verhaal te vertellen aan de kijkers? Ik doe het zelf wel, want de vorige keer moest ik je verplicht trakteren op een ijswafel van de Albert Heijn. Vincent had geld nodig en begon zich kapot te werken. Als een goede jongen probeerde hij het goede voorbeeld te laten zien en niks meer te stelen. Het is hem helaas niet gelukt. Toen kocht hij een staatslot en won de hoofdprijs. Nu kan hij gelukkig de hacking PDA kopen. Dat scheelt, want nu kan ik gewoon normaal mijn dingetjes doen. En ja, weet je, dat geld word je helemaal gek van. Dat geld in het spel, ik word daar helemaal krankjoren van. Uitkijken voor de camera, want die mag mij natuurlijk niet zien. Dus ik ga eventjes sneaken. Zijn er nog... Oh, nee, chips. Oh, ik ben nog gezien bij een camera. Oh, die stomme camera. Serieus, er zijn twee camera's. Oh, die man komt voorbij. Ook al heb ik al het geld van de wereld, dat maakt niet uit. Ik zie daar trouwens nog een camera. We moeten alsnog op onze hoede zijn. Oké, heel voorzichtig. Zonder... Ja, hoppakee. Hij moet naar boven toe. Ik weet niet hoe lang ik de tijd heb, maar hij is open. Ik hoop niet dat er iemand binnen is. Anders ben ik zwaar de pineut. Er staat een prachtige garage. Ik kan ook allemaal spullen wel weer meenemen natuurlijk. Maar daar komen we niet voor. Ligt het aan. Maakt niet uit. Oh, ik moet nou ongestoord naar buiten. Ik hoor iemand. Het licht gaat uit. Oh, en gelukkig heeft hij niet gezien dat de deur open stond. Ik ga ook niks stelen verder. Helemaal niks doen. Waarom is dat nog geel? Get some sleep. Moeten we een trucje gaan doen? Oh, get some sleep. Maar waarom staat dat gele icoontje daar? Moet ik gaan slapen daarbinnen? Ja, het icoontje zegt het wel. Get some sleep. Ik vertrouw het niet. Het wordt ook licht, weet je. Het wordt licht. Ik vertrouw het niet. Ik ga gewoon terug naar mijn eigen plaats. En dan ga ik daar een tukkie doen. Ik ben gedetecteerd. En wegwezen. Doeg. Stel je voor dat ik dadelijk toch gewoon in dat huis een tukkie moest doen, hè. Maar het liefste doe ik toch wel een vertrouwd tukkie op de bank bij mij. Get some sleep. Nou, dan gaan we lekker even slapen. Gewoon even slapen. Tot, weet ik veel, tot de volgende dag of zo. Of, nou ja, het is dezelfde dag. Tot in de avond. Ja, ik krijg een berichtje. Ik krijg een berichtje van Vinny. Hey, it's time to get our cam. Go fetch it and bring it in. It's just the thing we need to wrap this up. Oh, ik moet de camera weer gaan ophalen. Nee, serieus? Moet ik weer alles opnieuw gaan doen? Oh, dat wordt wat. Nou ja, we weten nu hoe we binnen moeten komen. Het is niks vreemds meer. We weten hoe we binnen moeten komen zonder gezien te worden, zonder gehoord te worden natuurlijk. Dat sowieso. Dus dat scheelt dan wel weer enorm. We moeten helemaal naar de andere kant van de stad. Ik moet de camera weer meenemen en dan kunnen we op die beelden gaan kijken hoe en wat. Sneller, kom op. Er komen dadelijk mensen. Dan gaan we dus hier naar achter. Kijk goed naar het lichtje. Ja, daar kunnen we nu langs. Heel voorzichtig. Yes, oké. Even opnieuw gaan hacken. Dan gaat hij naar die kant. Dan komt hij Hackerman. Ik krijg zelfs een achievement ervoor. Die meneer is toch niet thuis. Nog lang niet. Hoppakee. Vaar ze niet mee. En meneer is nog niet thuis. Want de camera is daar. Die nemen we wel mee. Shit, ik ben gezien. Ik kan die camera niet meenemen. Je meent dit niet. Ik moet serieus tot in de avond gaan wachten. 206 is een van de moeilijkste huizen waar ik ooit in mijn leven ben geweest. Echt oprecht. Zo, nou, een nieuwe ronde, nieuwe kans, maar het is eigenlijk gewoon mijn laatste kans, vind ik. We moeten dit gewoon doen, klaar. Oké, even wachten, want die camera staat wel heel dichtbij. Ja, oké. Dan gaan we weer opnieuw hacken. Nog niet gedaan vandaag, dat scheelt. En hopelijk zijn ze niet. Het is hier ook gewoon om het hoekje. Het is gewoon de bocht om, pak de camera en klaar. Dat is het enige wat ik moet doen. Zo, rustig aan. Niks doen, rustig dicht doen. Ja, komt goed. Er loopt ook politie daar, hè? Er loopt serieus politie achter. Daar loopt die meneer. Die mag me ook niet zien.
camera. Kom op, ga weg, ga weg. Wacht, kan ik hier overheen klimmen misschien? En ja! Yes, yes, yes. Zie je nou wel? Ik ben weer goed in mijn vel. Hé, dat rijmt. En dan gaan we razend vlug naar home. En dan komt dat helemaal dik in orde, sowieso. Kijk eens wat een XP'tjes er weer bij komen. Het is trouwens niet heel veel. Ik dacht heel veel XP, maar dat valt wel mee. Dat rijmt ook weer. Send een microcam via Black Bay. Ja, en dan vragen mensen dus blijkbaar om bepaalde camera's. Dat hoort dan bij electronics, denk ik. Ja, hier zo, cel. There's a car on 201. And it's got something inside that belongs to us. Go bring it in. Kijk, weer een nieuwe missie. Maar die bewaren we dan voor de volgende keer. Vond je dit nou een leuke video? Laat vooral een duimpje achter. En vergeet zeker niet abonneren op mijn logo te klikken. En op het belletje te klikken om geen één video te missen op mijn YouTube kanaal. Tot de volgende. Doeg!